Ellen, Lisbeth. Ik kijk even rond of ik ze ontdek. Christa, de heren Geo, Pierre en Ernst. Tevens een woord van welkom aan hun partners, hun families, oud-collega's en andere genodigden. Deze middag staat, zoals net gezegd, geheel in het teken van het afscheid van deze dierbare collega's. We gaan luisteren naar toespraken, naar muziek, afscheidwoorden van collega's. Kortom, het wordt een zeer gevarieerd programma. En mijn taak als gastheer om dit allen in goede banen te leiden. En daarom wil ik beginnen met de heer Hendriksen, rector van het Zondervik College, het woord te geven. Dames en heren, in het bijzonder zij die vandaag afscheid nemen van onze school. En ook zij, minder bijzonder, al degenen die hier vandaag zijn als toch weer bijzondere gast. Familie, vrienden, oud-collega, nogmaals welkom op de locatie Locht van het Zondervik College. U bent hier trouwens niet bij het voormalige gebouw van MAVO Koningshof, zoals op de uitnodiging te lezen viel, maar bij het gebouw van de voormalige MAVO Koningshof. Het is een bijzondere en overigens ook prachtige dag. Bijzonder omdat het de laatste dag is van het vierde schooljaar van het Zondervik College. Vier is nog niet erg oud en dat is te merken ook. Ik herinner me de tijd dat mijn eigen kinderen zich in die leeftijdsfase bevonden. Ze vroegen vooral veel aandacht, waren luidruchtig en duidelijk aanwezig en gingen overigens nog tamelijk ongestructureerd op zoek naar de wijde wereld, onze straat. Met de groei van onze school zijn we ook in een fase gekomen waarin aandacht en zoeken belangrijke thema's zijn. Het nieuwe van de geboorte van het Zondervik College is eraf en de puberteit, laat staan de volwassenwording, is nog ver weg. Met vallen en opstaan leren we beter school doen. Leren we vooral veel van elkaar. En merken we dat we ook, ondanks onze jonge schoolleeftijd, allerlei gewoonten en opvattingen moeten afleren. Moeten zien kwijt te raken, opdat er ruimte vrijkomt voor verandering en vernieuwing. En dat is verduiveld lastig. Daar hebben we dit jaar, en dan zeer zeker hier op de Locht, het nodige van meegemaakt. In deze fase van turbulentie op onze school nemen we afscheid van een aantal collega's. Docenten die hun sporen ruimschoots hebben verdiend binnen onze school. Leraren van het soort die we eigenlijk heel hard nodig hebben de komende jaren. Jaren waarin ons nog veel te wachten staat. De bouw, de invoering van de tweede fase en de leerwegen, de uitbouw van het werkverdelingsbeleid, de ontwikkeling van kernteams en last but not least, de groei van de eigen identiteit van het Zondervik College. We zullen de kansen die we krijgen en de uitdagingen die ons geboden worden, maar ook de tegenslagen en teleurstellingen die we moeten verwerken, doormaken zonder jullie. En dat is best wel een beetje verdrietig. Christa Reinders verlaat onze school om haar werkzaamheden voor te zetten aan schoolgemeenschap Weredie in Valkenswaard. Een bewuste keuze om in de eerste graadssector werkzaam te kunnen zijn. Christa, je bent op 25 januari 1995 bij ons begonnen, dus nog net op het Anton, en hebt na de fusie op verschillende plaatsen binnen onze school gewerkt. Als het aan ons had kunnen liggen, hadden we je zeker hier gehouden. En ik hoop dat je dat als een groot compliment wilt beschouwen. Het doseren van kennis en inzicht in het verleden is een van de meest dankbare en oudste leraarstaken die de middelbare school kent. Geschiedenisonderwijs heeft tijdens de vernieuwingsoperaties van de afgelopen 25 jaar verschillende keren zeer onder druk gestaan. Maar door docenten van jouw kaliber is die positie iedere keer weer opnieuw veilig gesteld. Heel veel succes bij je verdere loopbaan op onze zusterschool, die overigens, want dat heb je je ongetwijfeld niet gerealiseerd, behoort tot dezelfde BRE als onze school. En BRE staat voor Bestuurlijke Regie-eenheid. Met het Riethovius College in Eersel vormen we gedrieën een van de acht nieuwe regio's in Omoland.
Wie weet waar de toekomstige samenwerking tussen de scholen ons toch weer in een gemeenschappelijk vaarwater brengt. Nogmaals bedankt. En dat zou ik vergezeld hebben doen staan van Bloemen als logistieke ondersteuner aanwezig is. Ernst Valster, en ik zie hem nu, was tot voor kort kekte van het moderne vreemde talenonderwijs of het Sondervik zou zijn. Niets is minder waar. De oude sectie Frans loopt langzaam leeg. En ons aller Willem van Doren heeft dan weliswaar waarschijnlijk het eeuwige leven, maar in zijn eentje alle vernieuwingen doorstaan kan ook hij toch echt niet. Ernst, oud-leerling van het voormalige EPL, heeft op het Riethovius en op het voormalige Put zijn eerste inspanningen op de leraarsladder verricht. Uit Hoorn laat ik maar buiten beschouwing, want dat is zo ver weg daar in het groene gras van Holland. Sinds 86 is hij evenwel aan onze school verbonden en daar eigenlijk niet meer weg te denken. Ik heb dan ook op een goed moment overwogen hem te verbieden om te gaan. Ernst kan geassocieerd worden met belangrijke culturele zijnskenmerken van een school. Als cellist met collega's en leerlingen in ensembles en orkest. Als ICT'er in OMO-projecten ten dienste van de ontwikkeling van het vak. Als lid van de toenmalige commissie Lief en Leed ter vermenselijking van ons onderwijsbestaan. Als begeleider van uitwisselingsprogramma's van leerlingen, in het bijzonder met Franse scholen. Waar zit Ernst? Je begrijpt het vast wel. Als leraren de school maken, dan nemen we nu afscheid van een man die vele kenmerken van het volledige leraarschap in zich draagt. De uitdaging om de kar bij ons te gaan trekken was uiteindelijk toch minder dan de wens om elders al eens helemaal opnieuw te beginnen. Het lef om in een volstrekt andere omgeving, want dat mag ik toch wel zeggen van Sikir Monaco, een nieuwe start te maken met perspectief. Ik vind het erg jammer dat je vertrekt, want je had een erg mooie toekomst bij ons zullen hebben. Daarvan ben ik niet. Ik ga je heel erg goed. Daar in dat verre noorden, waar gelukkig ook een paar de zon schijnt. Veel succes en dank voor alles wat je voor onze school hebt gedaan. Was het Freule Charlotte van Hiero tot Gunderlo verlaat eindelijk het Sondervik College. Hij is zijn werkzaamheden al hier gestart op 1 augustus 1975 rechtstreeks vanuit de collegebanken van de Nijmeegse Alma Mater. Kortom, het werd tijd dat hij nu eindelijk eens gaat. Voordat u nu denkt dat ik zodanig gegrepen ben door de ontboezemingen van Pierre's intieme Valkenburgse vriendin, de eerder genoemde Freule Charlotte, dat ik hem dus daarom weg wil hebben, moet ik u bekennen dat het Pierre zelf is die mij een aantal jaren geleden reeds verzekerde dat ik er rekening mee diende te houden. Hij eerdaags toch ook nog eens ergens anders zou gaan kijken. Ik heb toen nog even overwogen om hem een verrekijkertje te geven. Wellicht zou dat helpen. Het heeft nog een paar jaar geduurd, maar de viering van zijn zilveren schooljubileum heeft Pierre toch niet willen meemaken. En dat is jammer. In de eerste plaats omdat dat ons de kans zou hebben geboden om nou nog eens echt stil te staan bij jouw 25 jaar Veldhovens voortgezet onderwijs. En natuurlijk in de tweede plaats omdat we je nog niet kwijt zouden zijn. Ik ben ervan overtuigd dat Neerlandici eigenlijk kunstenaars zijn. Kunstenaars in taalbeleving, taaltoepassing, taalcreativiteit en taal zonder taal. Docent ben je met ziel, je lijf, je verstand, je boekentas, zeker ook in Pierre's geval.
en je deskundigheid, je professionaliteit. Pierre Eggels heeft veel van de kunstige eigenschappen die ons vak zo mooi maken in zich. Het docentencabaret heeft jaren bestaan, mede dankzij zijn vondsten. Kleinkunstje is een uitvinding van Pierre Eggels. En het vak drama is hier op school ingevoerd door Pierre en is inmiddels zeer geliefd bij leerlingen. Pierre Eggels is een van de collega's die bij voortduring het zogenaamde HAVO-vraagstuk tot normale, beheersbare proporties heeft weten terug te brengen. Successen van leerlingen waren daarvan het gevolg. 24 jaar is niet niks. En je hebt dus groot gelijk als je elders, voor je 50ste, nog eens een nieuwe kans grijpt. Heel veel succes in Zeven bij Zeedorf in Noord-Duitsland. En hartelijk bedankt voor alles wat je gedurende al die vele jaren voor onze school hebt betekend. Bedankt, Pierre. Het is de vrouwen niet. Die zijn in het bijzonder aan gekomen. Stolk. En nou even goed kijken. Ja, daar zit hij te midden van zijn familie. Geo Stolk neemt afscheid aan het eind van een lange, prachtige onderwijscarrière en zou het daarom verdienen om deze rij te mogen sluiten. Dat ik hem toch nu reeds noem, is het gevolg van het feit dat hij al eens eerder zijn afscheid van het onderwijs gevierd heeft. In 1991 nam Geo als collega-directeur afscheid van een van de Veldhovense basisscholen waar hij sinds 1972 had gewerkt. Daaraan vooraf had hij al bijna 20 jaar gewerkt in het basisonderwijs in Holland. Vanaf 1993 is Geo als docent Nederlands verbonden geweest aan twee rechtsvoorgangers van het Sonderveecollege, te weten Veldhof Scholengemeenschap en MAVO Koningshof. Aan de laatste bleef hij verbonden op de locatie Locht. Geo, de man van het onderwijs, puur zo. In de brugklasse heb je de afgelopen jaren met buitengewoon veel plezier, want dat heb je me meermalen verteld, en met groot succes, en dat voeg ik er vandaag nog een keer aan toe, bij ons gewerkt. Het leven biedt evenwel nog vele andere mooie uitdagingen. En dan heb je gezegd, ik vind het nou wel welletjes. Het heeft je moeite gekost om het besluit te nemen, want het is zo definitief, wist je me te vertellen. Maar na ruim 37 onderwijsjaren lijkt het me meer dan verantwoord tot een stop te besluiten. Min of meer bij toeval in het voortgezet onderwijs terechtgekomen, ben je uitgegroeid tot een zeer gewaardeerde collega. Met begrip voor de leefwereld van kinderen anno 1999. Dank voor de steunpilaar voor collega's, want dat was je. En voor je hartelijke omgang met velen van ons. De school zal je missen. Hopelijk geldt dat wederzijds. Zeer bedankt. Maar we zijn er bijna. We komen nu bij de bloemen. Ellen Leemrijzen is in dienst getreden op 25 augustus 1986, bijna 13 jaar geleden. Denk niet dat haar onderwijscarrière toen aanving. In 1958 is ze begonnen aan de Heilige Hart School, een lagere school in Leiden. En via omzwervingen in Rotterdam, Ridderkerk, Eindhoven en Valkenswaard uiteindelijk op onze school aanbeland, alwaar ze de langste aaneengesloten periode uit haar carrière heeft doorgebracht. Scholen op katholieke grondslag hebben, in het bijzonder in de zuidelijke Nederlanden, moeite om hun levensbeschouwelijke identiteit vorm te geven. Meestal wordt met een schuine blik in de richting van de docenten godsdienst levensbeschouwing gekeken als het gaat om het bewaken van het Roomse profiel. Een lastige en niet te dragen verantwoordelijkheid voor onze collega's in dat vakgebied. Ellen heeft daaronder nauwelijks geleden. Met een niet aflatend enthousiasme heb je het vak waarin de zingevingsvragen centraal staan tot de leerling gebracht.
Generaties van leerlingen in de onderbouw zijn nieuwsgierig geworden naar normen- en waardenoriëntaties dankzij jouw aanpak. Vele ouders zijn je dankbaar omdat jij het was die hen verloste van het probleem dat zij niet meer in staat zijn de verhalen uit het testament te vertellen, laat staan te begrijpen. Leerlingen die binnenkwamen vanuit verschillende tradities, culturen, geloofsovertuigingen, wist je te boeien, waarbij je ervoor gezorgd hebt dat zij ook in elkaars opvattingen geïnteresseerd geraakten. Ellen, je beseft misschien maar half welk een belangrijke stabiliserende factor je geweest bent in de ontwikkeling van de positie van je vak hier bij ons op school. Als grote herinnering aan je vele activiteiten buiten de lessen bewaren we al die vele kerstvieringen die je in de voormalige aula organiseerde en waaraan vele, vele honderden leerlingen op basis van vrijwilligheid deelnamen. Prachtige momenten van samen school zijn leveren dat op. De eucharistievieringen die we sinds de fusie in de Jozefkerk beleven stonden ook onder jouw regie. Werken in een organisatie als de onze wordt leuker en prettiger naarmate je je meer aan elkaar gelegen laat liggen. Jij was bij iedere festiviteit aanwezig. Leerlingenfeesten, docentenfeesten, uitstapjes, excursies. Je was er altijd actief bij betrokken. Dank daarvoor. En dat je het me nooit echt kwalijk hebt genomen dat je na de fusie je lokaal kwijtraakte, terwijl daar toch alle reden voor was, doet me tot op de dag van vandaag veel deugd. Dank voor alle goeds dat je voor onze school hebt betekend. Ten slotte ben ik aanbeland bij Lisbeth Poldermans. Zij is werkzaam aan onze school sinds 1 augustus 1986 en daarmee precies 25 dagen langer dan Ellen. Vandaar dat zij de rij vandaag mag sluiten. Uit haar rijke onderwijscarrière noem ik een paar scholen waaraan zij verbonden was, waarna u zult begrijpen dat ze met enig recht van spreken kon concluderen dat de tweede fase toch echt niet aan haar besteed is. Zij is aan het docentenwerk gegaan in 1965 en gaf onder meer les aan het Stedelijk Gym in Utrecht, het Van Oldenbarneveld Gymnasium in Amersfoort, het Charlois Lyceum in Rotterdam, het Nieuwe Lyceum en het Roland Hots College, beide in Hilversum. En tenslotte, alvorens de grote sprong westwaarts te maken, het Van Marald Lyceum in Eindhoven. Van meet af aan heeft Lisbeth een grote stempel gedrukt op het werk in de sectie Frans, die haar daarvoor trouwens zeer dankbaar was. Die dank hing samen met de relatief autonome positie die alle leden van de sectie tot dan toe innamen. Enige sturing door een ervaren kracht werd ten zeerste geapprecieerd. Door de jaren heen heeft dat geresulteerd in een goed werkend team van vakgenoten die met elkaar de groei en bloei van het vak Frans op onze school hebben bevorderd. Lisbeth Poldermans is de kracht achter Parijs voor drie. Een excursie die niet meer weg te denken is van de excursiekalender. En die jaarlijks de harten van menig derde klasser sneller doet slaan. Ten tijde van de klassieke plenaire vergaderingen behoorde jij tot de vaste annuzieke, ik heb inner circle, cirkel entreer, inner circle, van debaters en pinnige vragenstellers. Velen, waaronder ik, genoten daarvan omdat het de vergadering verlevendigde en de wijze waarop je je bijdrage formuleerde getuigden van respect voor de vergadering. Toen je aankondigde aan het eind van dit schooljaar te zullen vertrekken, sloeg dat in als een rotje. En die horen we op dit plein ook liever niet. Velen binnen dit koor beschouwden jouw voornemen als het verlaten van een schip dat enigszins op drift is. De drift betrof dan de invoering van de tweede fase.
Ongetwijfeld heeft jouw besluit ertoe bijgedragen dat de discussie over de voortgang van de invoering van de vernieuwingen in de bovenbouw VWO-HAVO nu in een ander tempo wordt gevoerd, waardoor de meesten van ons het nu ook beter kunnen bijbenen. Daarvoor in ieder geval veel dank. Je hebt de afgelopen jaren mede leiding gegeven aan het debat over de wijze waarop vernieuwingen in onze school vorm dienen te krijgen. Je bent daarbij pal blijven staan voor de noodzaak tot kwaliteitsbewaking van het onderwijs in het VWO-HAVO-deel van onze school. Ik hoop van harte dat die fakkel door anderen zal worden overgenomen. Niets is meer bedreigend voor een school dan de middelmaat tot norm verheffen. Dat je vertrekt betreuren we nog steeds, want we hadden graag nog een aantal jaren van je professionaliteit willen profiteren. Anderzijds dwingt het respect af dat je je keuze niet hebt laten leiden door sentiment of gewenste plichtsbetrachting. Er is nog meer Romaans dan Frans op het Zondervicollege. En dat zul je ongetwijfeld weten te vinden. Dank voor het vele wat je voor onze school hebt betekend en vooral ook alle goeds voor de toekomst. Dank je wel. U allen wens ik, wees nu een goede vakantie en hopelijk retour in goeden doen eind augustus, begin september. Dank u wel. Het is de tijd voor een stukje muziek. Maar vooraleer we daar aan gaan beginnen, wil ik toch even een kaartje voorlezen dat gestuurd is door Aad Stolwijk, die helaas niet aanwezig kan zijn. En hij schrijft het volgende. 7 juli 1999. Door uitlandigheid kan ik geen afscheid nemen van de 6 vertrekkenden op 9 juli. Ik wens hen alle goeds voor de toekomst. Dit mede namens Jacqueline. Laat hen dit weten, AUB. Getekend Aad Stolwijk. We gaan luisteren naar een prachtig stukje muziek. Voorgedragen door Piet, Margreet, Siebold en Ernst. En Piet Klaassen gaat aankondigen op welke wijze wij dat gaan beluisteren. Piet, aan jou het woord. Hartelijk dank voor het woord. Wij hebben op ons de taak genomen en min of meer ook op vraag, uitnodiging, om deze bijeenkomst waar het afscheid toch een bepaalde centrale positie inneemt, om dit met muziek enigszins. En dat kan ook, want tenslotte is muziek verbinding. Om het aspect verbinding uit de muziek een accent te laten geven aan deze bijeenkomst en de afscheiden die daarbij centraal staan. Voor u zal zo meteen optreden het orkest zonder naam. En wij zullen pogen om ook de persoonlijkheden die zich hier op dit moment in de aandacht staan. Ik denk dan allereerst aan Lisbeth. Het lijkt me vrij overbodig om dan nog accenten te noemen. Lisbeth is een en al, die straalt een en al muziek uit. Dus wij vonden toch, ja, dit moet op deze manier toch een aandacht krijgen. Dan denk ik aan Ellen. Als we op een rustige dag, die komen voor op deze school. Huppelende muzikale stapjes op de gang horen. Dan is dat Ellen. Dit inspireerde mij dus ook, ons ook tot de keuze van deze muziek. Pierre, ja, het spijt me bijzonder, die Nibelungenring, dat gaat dus niet door. Maar daar had ik toch graag met jou toch ook enige tijd aan besteed. En ja, Ernst die treedt zelf op in dit ensemble. Maar het lijkt me een goede gedachte om straks een collecte te houden voor wat extra vliegtickets voor Ernst. Dat hij wat vaker over kan komen om onze activiteiten voor te zetten hier. Want we zijn daar min of meer een duistere wijze een aantal jaren mee begonnen. Dat leeft op, dat leeft weer minder enzovoorts. Maar het was toch een constante factor dat, ik denk dan aan de school en Ernst met zijn cello. Geo en Christa, ik heb jullie horen ook in het rijtje thuis.
Ik hoop dat u me niet kwalijk neemt dat ik toch dit kwartet wat ik net aanroerde wat duidelijker heb belicht. Dan tenslotte nog wat u gaat horen zo meteen. Ja, we hebben maar meteen voor de Newton van de muziek, dat is Bach dus, gekozen. We beginnen in D groot. Dat blijft een tijd groot. We willen dat ook houden, maar na verloop van tijd, en dan klinkt er een korte tussenpoze. We gaan op een ander tempo over, we blijven bij Bach. Maar het zal wat ingetogener zijn. En dan na verloop willen we overgaan op de toonsoort F. Dat is de toonsoort van de krachtige besluitneming. Want dat vind ik toch wel dat aandacht verdient. De mensen die ons gaan verlaten, die hebben een krachtig besluit genomen. En dat is dus in deze tijden waarin we alle mogelijkheden over ons heen en voor ons zien enzovoorts niet altijd even eenvoudig. We blijven dus dan een tijd in F. Proberen aan die besluitvorming wat te tornen door even naar C te moduleren. Best even aan te tikken, maar het zal uiteindelijk toch weer op F uitdraaien. Want stabiliteit is toch het hoogste goed wat wij nastreven, ook met muziek. Ik dank u wel. Als u nou even de praktische vormgeving aan dit geheel. De berg komt, de Mozes komt op dit moment dus voor dit geval niet naar de berg toe. U zult dus even verzocht worden, tenminste de liefhebbers dan zou ik maar zeggen. De liefhebbers dus, om naar de ruimte daar binnen te komen. Dan kunt u om ons heen staan, u kunt even lopen en even wat mompelen of zo. Of wat ze zeggen. Dus wel wil ik graag inderdaad stilte tijdens de uitvoering, als u dat niet te erg vindt. Ja. Dan gaan wij dus nu voorop. Thank you.
melden dat een andere Johan nu ook aan de orde komt, Johan Strauss. Maar uitgangspunt is Spraakwater heeft zich nog steeds niet aangevuld, dus ik neem een kort afscheid. Eerst van Christa. Ik heb het al op de afdelingsvergadering afscheid van haar genomen, maar nu heel in het kort. Ik kan nog steeds niet bepalen hoe lang ze hier op school is geweest, want ze heeft een soort knipperbolrelatie gehad. Soms was ze slechts voor een week benoemd hier op school en dan ging ze weer een tijd uit beeld. En vandaar dat ik een cadeaubon voor haar heb. Is het te weinig, dan hoor ik het wel. Is het veel, dan zwijg maar. Toen ik van de week aan Geo vroeg van wat zou je nou graag voor cadeau hebben, toen begon hij met een gasfles. Toen dacht ik, ah, camping, daar weet ik alles van. Zijn vrouw kwam erbij, maar toen veranderde die gasfles toch, gasfles, wat moet je daar nou mee? Toen veranderde het al in een horloge. Horloge. Zoiets werd altijd aangeboden op het moment dat je 25 jaar bij Philips werkte of iets dergelijks. Maar Geo die bleef vasthouden aan een horloge. Ik zeg, hoe moet er dat horloge dan uitzien? Nou, toen begon hij een technisch verhaal te houden over een kast, hoe dat eruit moest zien, wat voor cijfertjes en lettertjes en dergelijke erop moesten doen, opstaan. Toen dacht ik van, nou Geo, kijk zelf maar in de winkel hoor. Dus, ik wil een bijdrage namens de school geven aan Geo voor zijn horloge. Wat mij betreft was het dat. We hebben de taken keurig verdeeld. Ieder vanuit zijn afdeling gaat dat doen, dus ik wil graag Ellen even naar voren vragen.
Straks heeft Pieter het al gezegd, Ellen heeft een zeer bewogen carrière achter de rug in het onderwijs. En iedereen zou gedacht hebben, kom maar voor Ellen, want het gaat over jou. Dus iedereen zou gedacht hebben, ze gaat er nou lekker van genieten en samen met Bart van de vrije tijd genieten. Maar het tegendeel is waar. Ellen is een zeer initiatiefrijke en zeer actieve vrouw. En ook nu in de vrije tijd heeft ze gedacht, ik blijf actief. Op de valreep heeft ze besloten om nog gebruik te maken van de mogelijkheid die het Zondervie College waarschijnlijk biedt. En dat is het aanschaffen van een computer. En ze zegt, bij die aanschaf zou ik eigenlijk ook heel graag wel een printer willen hebben. Nou, ik ben niet zo thuis in al die technische aspecten, dus ik heb met Ellen afgesproken. Die printer, Ellen, dat mag bij mij. Ik geef je daar een behoorlijk bedrag voor. En ga zelf even rondneuzen hoe die printer eruit moet zien, welke mogelijkheden en ga zo door. Dus ik wil jou symbolisch... symbolisch een printer aanbieden. Hij is zeer licht op dit moment. De envelop is heel belangrijk, dus ben er zuinig op. En ik hoor graag van jou wat het geworden is. Ellen? Nog niet weggaan, Ellen. Nog niet weggaan. Een aantal collega's heeft... daar hebben we een oproep voor geplaatst van, zou je nog persoonlijke herinneringen, een persoonlijk berichtje, een persoonlijk afscheidswoordje willen richten tot de collega's. Nou, er is dankbaar gebruik van gemaakt en ik wil jou graag een boek overhandigen waarin een aantal collega's dat gedaan heeft. Mocht er nog collega's zijn die denken, ik ben nog net niet helemaal klaar hiermee, het kan altijd nog opgestuurd worden, want ik weet zeker dat het er nog keurig bij past. Ellen, ook dit namens de collega's. Ja, echt een moeilijk moment voor ons, vanuit onze afdeling, omdat wij drie mensen verliezen. Ik ga het niet dramatisch maken, dat heb ik Lisbeth beloofd. En we houden ons groot. De rector heeft voortreffelijk getypeerd wat jullie allen die van ons afscheid nemen voor de school betekend hebben. Dus wij kunnen het, wat onze mensen in onze afdeling aangaat, tot heel korte typeringen misschien houden. En daar ben ik dan ook wel blij mee. Ik zal beginnen met Ernst. Ernst, wij hebben een groot aantal jaren samengewerkt. Ernst mentor en VWO 3 vooral. De laatste jaren even niet, maar het zat er weer aan te komen. Je hebt dat voortreffelijk gedaan. Je deed dat altijd veel beter als dat je dat zelf wilde toegeven. Dat heb ik nou altijd net jammer gevonden. Maar ik neem aan dat je dat op dit moment gewoon zelf ook inziet. En dat het in de toekomst allemaal een stuk makkelijker gaat daar op Schiermonnikoog. Dus hartelijk dank voor de zorg die je altijd voor je klas had. Hartelijk dank voor de geweldige kwaliteit waarmee je jouw lessen gaf. Want leerlingen die gaven daar echt regelmatig heel duidelijk over op. Vonden als ze dan uiteindelijk Frans gingen studeren, dat ze het juist ook aan jouw lessen te danken hadden. Dus hartelijk dank daarvoor. Wij hebben in overleg met Wim een cadeau gekocht. Ik heb begrepen dat je echt op ook mijn vak wilt gaan storten. In aansluiting daarop hebben we dus een fraai geschiedenisboek gekocht. Als je daarvoor zou willen komen, dan gaan we jou dat nu overhandigen. Bij het boek, herinneringsboek wat we Ernst gaven, daar geldt gewoon precies hetzelfde bij als het boek wat zojuist Ellen kreeg en wat zometeen Lisbeth krijgt. En dat Pierre afgelopen woensdag al in bezit kreeg.
Veel collega's hebben aangegeven van nou, ik ben er nog mee bezig, ik zal het je dadelijk geven. Ik neem aan dat jullie nieuwe adressen, voor zover het dan van toepassing is, hier zullen achterlaten en dat het dan met de post nakomt. Het zijn handige Mildo-mappen waarin je allerlei herinneringen aan deze school nog eens kunt bijvoegen. In jullie afstudeerstuk kunnen bewonderen. En ik dacht, nou brengt er een hele nieuwe periode aan. En ik wist wel, je had toch altijd al duidelijk aangegeven van wie weet komt toch het moment dat ik ergens anders heen ga. Nou, dat moment is dan nu gekomen, zeer tegen onze zin. We hebben een cadeautje voor je. Ik zou eigenlijk natuurlijk nou moeten zeggen dat we de opdracht hadden van de schoolleiding om het kleiner te houden. Als het lijstje positieve opmerkingen dat jouw vriendin, nou fijn. Dat is trouwens gelukt, dus het is kleiner. Maar als je nu naar voren wil komen, dan willen we jou dat ook nog eens even keurig overhandigen. Pierre Eggels. Liefst geeft zo'n docent een hele stapel boeken, maar het lastige is natuurlijk met mensen die veel boeken hebben, dat je nooit precies kunt inschatten. Enfin, dat zijn dus boekenbollen geworden. Ja, de laatste, Lisbeth. Oh jee, dit is moeilijk, hè? Slik. We gaan lachen. Ik zag in verschillende stukjes die mensen over jou schreven in het boek. Dat ligt natuurlijk voor de hand als een docent Frans weggaat, dat je het ook even zegt van partier. Maar ik zet een peu sourire. Dat past bij jou. Dat hebben we ook afgesproken. Jij lacht altijd. En dat is zo aanstekelijk, omdat het zo natuurlijk is en zo integer zoals jij bent. Hè. Jij staat voor dingen. En dat betekent dat je altijd natuurlijk met heel veel passie naar leerlingenklassen, naar het onderwijs Frans en zo kijkt, ook je zorgen hebt. Want dat krijg je dan natuurlijk als je de zaak zo serieus neemt. Maar altijd weer met goede moed, altijd nieuwe initiatieven. En dat hebben we vooral dit jaar, 4 VWO, eerste jaar, tweede fase. Wij waren de 3 mentoren, Brian, jij en ik. En ik denk dat we dat, je mag jezelf nooit op de borst kloppen natuurlijk, maar ik denk dat we het toch meters gedaan hebben. En daarvoor hartelijk dank. Als je nu naar voren wil komen, we hebben 2 cadeaus voor je. Het ene cadeau, dat heb je eigenlijk zelf al meegepakt. We geven dat gewoon open toe, want we hebben hier geen geheimen. Je had het ook al zelf ingepakt. In een vuilniszak? In een vuilniszak. Dat kon niet anders. Maar met de voet van het cadeau vonden we toch dat het iets fleuriger mocht worden. En het andere cadeau, dat had je zelf aangegeven. Ik wil graag wat kristallen glazen hebben. Denkt iedereen natuurlijk meteen, nou ja, leuke wijnglazen, rode wijn, witte wijn. Maar ik weet dat jij ook heel graag een borreltje lust en een pilsje. Dus we hebben pils- en borrelglazen in kristal. Maar we dachten ook wel een champagneglas erbij, hè? Oké, hartelijk dank. Ze wil het heel graag in het openbaar uitpakken. Ze heeft al weken geleden een beeldje gezien. Misschien wil ze dat zelf vertellen. Een paar weken geleden mochten we bij elkaar komen om aan te geven wie we er allemaal bij wilden hebben en hoe we het wilden hebben en dat we dus niet wilden toegesproken worden. Of wel. En toen had ik net daarvoor op een open dag bij ons in de straat een beeldje gezien, dat was zo bijzonder, dat deed me wat. Dat beeldje
dat was ik. Want dat beeldje, ja, een voorvaderbeeld, dus, dat beeldje, dat zat daar in alle rust. En die wou ik zo graag. En het had een punthoofd, maar dat had ik al van gekregen. Dus vandaag. Oh, wat mooi. Dames en heren, een groot afscheid heeft nu eenmaal wat meer tijd nodig. En ik hoop dat u het geduld nog even kunt opbrengen, want we gaan door met de volgende toespraak. En ik wil de oude raad vragen even naar voren te komen. In het najaar bezochten wij het NKO-congres met als thema ouders als partners van de school. Ik denk dat we hier als ouderraad op de Locht ook partner willen zijn. Het is daarom een goede gewoonte om bij een afscheid als nu iemand van de ouderraad een woordje te laten doen namens alle ouders. Maar als je dan op een gegeven ogenblik de uitnodiging voor zo'n bijeenkomst ontvangt, vraag je je wel af of je wel echt een partner bent. Sommige namen hebben betekenis voor je, je kent de personen goed. Andere namen staan al verder van je af en ook zie je onbekende namen. En dan moet je voor alle vertrekkende personen een praatje zien te maken. Vandaag sta ik hier onder andere bij het afscheid van Geo Stolk. Voor mij is dit een hernieuwd afscheid. Want ook 8 jaar geleden nam Geo afscheid. Toen bij de basisschool De Polster. Onze Joris zat in groep 6 en had een fijn jaar bij meneer Geo achter de rug. Maar Geo zelf kon de toenmalige fusie niet uit de voeten en vertrok. Binnen het jaar was Geo als docent Nederlands aan de MAVO Koningshof verbonden. Geo, ik kwam jou en Frida geregeld tegen in Veldhoven en later na de fusie natuurlijk ook hier op het Zondervik College. En altijd had je tijd voor een praatje en informeerde je belangstellend naar Piet en de jongens. Zelf vertelde je mij dat het mentorschap binnen het voortgezet onderwijs voor je een must was. De zogenaamde dynamische driehoek hoorde bij jouw onderwijs. Geo, ik ken je al jaren als een gedreven onderwijsman die uit elk kind alles wilt halen. Zelf wil je ook alle facetten van het onderwijs kennen. Toen de kleuters hun intrede deden in het basisonderwijs, ging jij dan ook ADD invullen op de kleutergroep. Die eerste dinsdagmorgen in september 85 zal me altijd bijblijven. Toen ik aan het eind van de morgen ook Joris kwam ophalen, liep jij daar rond met een verhitte kop. Een kleutertje, of een ochtendje kleuters was toch wel wat anders dan je gewend was. Over die natte broek van Joris zullen we het maar niet meer hebben. Geo, namens vele ouders, bedankt voor jouw inzet. En ik wens jou samen met Fria en de anderen die jou dierbaar zijn een mooie toekomst. Wanneer je het jubileumboek van het Anton van Duinkerke College doorbladert, kun je van een aantal docenten heel wat terugvinden. Andere docenten zie je alleen op een groepsfoto. Van Lisbeth Poldermans ontdekte ik echter ook zelfs een passage uit een brief. Daarop blijkt dat zij, ondanks haar eigen bedenkingen, initiatiefneemster is van Parijs voor Drie. Sinds 1988 gaan alle derde klasses een dagje naar Parijs. En nog steeds is dit uitstapje een enorm succes. Lisbeth, bedankt voor deze jarenlange traditie. En wij hopen als ouders dat, nu je weggaat, de organisatie hebt overgedragen aan je collega's. De leerlingen zien jou met ledenogen vertrekken. Ze zullen in jou een betrokken docente die graag alles wil horen missen. Bedankt en veel geluk in de toekomst. De sectie Frans verliest in Ernst Falster een tweede waardevolle docent. In zijn geval niet om zich terug te trekken uit het onderwijs, maar om zich terug te trekken op het mooie Waddeneiland Simonnikoog. Een eiland waarop je sneller bent uitgefietst dan in Frankrijk, een land waarin het goed fietsen is.
Ooit speelde jij een toontje mee in het Groot Anton Schoolorkest. Maar met het verdwijnen van dit fenomeen verdwijn jij ook een beetje uit beeld. Verder heb ik je alleen op de groepsfoto's kunnen vinden. Namens alle ouders wens ik jou veel succes en een mooie toekomst daar in de Waddenzee. Mijn kinderen hebben hier op de log bij elkaar 18 jaar onderwijs genoten. Verpand is dat op geen enkel rooster van hen voor het vak Nederlands ooit de naam Pierre Ergels heeft gestaan. Sinds enkele jaren is hij ook gediplomeerd docent drama, een vak dat hij met veel enthousiasme in de VWO brugklas heeft gegeven. Over het algemeen vinden de leerlingen dat een enorm leuk vak. Drama is dus bepaald geen drama. De jarenlange toneelervaring van Pierre zal het best wel doen. Het antwoordboek spreekboek delen. Nu je naar Duitsland vertrekt, zullen de leerlingen je vast wel missen. Bedankt Pierre voor je inzet en een mooie toekomst daar in Duitsland. Ellen, de afgelopen jaren heb ik jou tijdens de consultatie katholiek onderwijs en de komende tijd en het samenstellen van zondervikdiensten leren kennen als een zeer positief denkend mens vol vertrouwen in de hedendaagse jeugd. Jij probeerde de kinderen te activeren tot nadenken over het leven, zonder dat ze dat als zodanig ervoeren. Ook probeerde je duidelijk te maken dat niemand alleen op de wereld is en iedereen rekening dient te houden met anderen. Naast het christendom werden de kinderen daarom ook geconfronteerd met andere culturen en godsdiensten. Een uitstapje naar de moskee was daar onderdeel van. Na de kerstvieringen op school kwam jij de leden van de ouderraad altijd even bedanken voor hun hulp. Dat hebben wij zeer op prijs gesteld. We wensen jou een fijne toekomst met mooie reizen naar andere culturen toe. Christra Reinders hoort voor mij tot de categorie docenten die ik dus helemaal niet ken. Na informatie bleek zij pas kort werkzaam te zijn op de log en vertrekt weer omdat er te weinig uren beschikbaar zijn. Zij vertrekt naar een andere omerschool en willen haar daar veel succes toe wensen op het leren die college. Voor wij als ouderraad het gebruikelijke bloemetje overhandigen, wil ik nog iets voorlezen. Voor ieder van jullie heeft dit zijn eigen verhaal. Gisteren zag ik het standbeeld van jullie verleden staan. Met pijn in je hart heb je het kapot gemaakt. Vandaag zit je met de brokken die je moet gaan sorteren. Want met de goede brokken zal je morgen een nieuw toekomstbeeld moeten maken. Veel succes daarbij en allen een mooie toekomst gewend met degene die dierbaar zijn. En wil ik iedereen die dus vertrekt vragen om even naar voren te komen. Dan kunnen wij van de ouderen jullie allemaal een bloemetje overhandigen. Verder met de personeelstraining.
Wout Teunis wil het woord richten tot de afscheidnemers. Herstel, mevrouw Van Uland. Ik draag geen petje voor de zon en ik kijk even naar Fon, want het doet zijn werk inmiddels. Ik heb al eens vaker gehoord dat ik mevrouw Teunis heet, maar het is toch Van Uland. Namens de personeelsvereniging Uitzonderlijk wil ik vandaag afscheid nemen van een aantal uitzonderlijke leden. Ze zijn altijd actief betrokken geweest, altijd meegedaan. En dan hierbij wil ik ook meteen een oproep doen. We proberen altijd zoveel mogelijk activiteiten te organiseren. We zijn altijd in voor nieuwe ideeën. Als je iets weet dat zou leuk zijn, graag meld het bij ons. En we zouden ook nog een paar actieve commissieleden hebben die gewoon wat werk mee willen doen. Vandaar deze oproep. Ten eerste, Lisbeth. Je bent van het begin af aan lid geweest. Je hebt altijd geprobeerd actief mee te doen. Het laatste jaar is het wat... ik zie ze niet zitten. Oh, daar. Hallo. Het laatste jaar is het wat minder gelukt. Maar het typeert jou weer. Ik kwam laatst de docentenkamer binnen. En jij zat een brief aan mij te schrijven, want je had een leuke activiteit ontdekt. En dat typeert in ieder geval, je bent er toch bij betrokken, ook kon je niet altijd meedoen. Ik heb ook een keer meegemaakt dat je als gastvrouw bij de culinaire avond was en waar wij heerlijk gegeten hebben bij jou. Dus daar nog voor mijn dank. Jammer, je volgende keer is de culinaire avond. Zul je er niet meer bij zijn, denk ik. Jammer, we hebben weer een goede kok, zullen we missen. Dat geldt voor Ellen precies hetzelfde. Ellen is altijd actief en dan kom ik ze op de gang tegen en zei ze, potverdorie, ik had zo graag meegedaan, maar ik moet dit en dat. Maar als het enigszins kon, was je er altijd bij. Afgelopen culinaire avond hebben Bart en ik bij jou te gast mogen zijn. Jij bent een geweldige gastvrouw en jouw man Bart is een geweldige kok. We hebben daar heerlijk gegeten. Verder, Geo. Geo was ook altijd, als het enigszins kon, bij de activiteiten betrokken. Heel fijn als leden ook meedoen met de zaken. Geo, mijn dank daarvoor. Pierre. Pierre ontbrak ook nooit. Pierre was er altijd bij. Die zullen we dus ook straks erg gaan missen. Ernst, was in het begin, zat hij mee in het bestuur van de personeelsvereniging. Heeft helaas af moeten haken. Hij is wel altijd trouw lid geweest, maar helaas meer donateur als dat hij... maar ja, dat kunnen we ook altijd gebruiken natuurlijk. Dan kom ik nog aan Florence. Florence Janssen, die is er vandaag niet. Die heb ik op een andere manier ook weer leren kennen. Die is een tijdje mee meerijmaatje geweest vanuit Asten naar hiertoe. Ik vind het jammer dat ze vandaag niet is, maar ik heb er ook nog een envelopje voor haar. Ik wil besluiten voordat ik ga uitreiken van de envelop of zo. 8 oktober is weer de culinaire avond. Schrijf het vast op in je agenda. Als u gastvrouw wil zijn of gast wil zijn, hou er vast rekening mee. Dan mag ik nu de volgende mensen naar voren komen. Lisbeth, Ellen, Geo, Pierre en Ernst. Dank je wel. Ik had nog willen zeggen dat ik de volgende...
Mevrouw van Nieland, dank u wel. Hele traditie van het Zondervik College gaan we nu een lied aanheffen voor de afscheidnemers. Ik dank Nico Willems voor het initiatief dit allemaal op papier te zetten. Inmiddels zie ik dat de stencils uitgereikt zijn en ik roep u allen op met luide keel deel te nemen aan dit community singing, om het zo maar te noemen. Ja, elders en hertz over zee, wie aan hoofd Florent en Christa. Maar wij leven heel erg met hem mee. Bedankt, vaarwel, wij wensen je ook nog een vierde zee. Gezondheid en voorspoed, en nogmaals bedankt iedereen. Het Zondervik moet nu gaan scheiden, van de zetten in een vak. We zullen er even van lijden. En voelen nu al allemaal. Bedankt, vaarwel, we wensen je ook nog een wiederzien. Gezondheid en voorspoed, en nogmaals bedankt iedereen. In het land zit het ook drama, en van CLS BAB. Zij zijn het toch steeds al niet waar. En nu zitten wij daar dan mee. Bedankt, vaarwel, we wensen je ook nog af wiederzien. Gezondheid en voorspoed, en nogmaals bedankt iedereen. We kennen u van ons zenuwen, voor Koningshof was al in duim. Als godsdienstdocenten en woorden, het huis van zijn harde kerk. Voor leerlingen van onze school. En bouwde daarna menig jaar. Zijn hele cursus nu echt klaar. Bedankt, vaarwel. Wij wensen je ook nog al wiederzien. Gezondheid en voorspoed. En nogmaals bedankt iedereen. Logisch is het in je missen. Nee, ik kan zo niet kunnen zingen, want ik ben absoluut niet vrolijk. En dat is nog steeds zo. Ik heb woensdag al gewaarschuwd. Ik ben beteuterd en u moet daar niet teleurgesteld over zijn. Ik ga ook maar kort spreken. Ik ben ook blij dat Pieter al heel veel gras voor mijn voeten heeft opgegeten. Dat was het officiële gras. Dat gras dat hij allemaal opgegeten heeft, ja, daar sta ik helemaal achter. Vergeet me die rare beeldspraak. U zult denk ik ook blij dat het gras op is, want ik denk dat u wel een beetje vol zit. Het terrein dat afgegraasd is, lijkt denk ik op dat terrein dat ik hier achter mijn rug niet zie, maar u wel. Voor mij rest nog het persoonlijke vlak, de dingen in het persoonlijke vlak, binnen de sectie. En, dat is eigenlijk een heel eenzijdige boodschap, want
ik zou nou eigenlijk een kwartiertje moeten blijven roepen. Wat was dat plezierig om samen te werken in de sectie? Dat zou ik tientallen keren moeten herhalen. Maar ik ben bang dat je dan allemaal het veld ruimt. Maar dat is wel zo. Het was altijd. We hebben in de sectie nooit enig woord gehad dat onaangenaam was. Wat ik nu zeg geldt voor Ernst en voor Pieter natuurlijk. Of Ernst en voor Lisbeth, voor allebei. Het was altijd plezierig en aangenaam. Nooit enig onaangenaam woord. Ik heb dat in de sectievergadering ook vaak gezegd. Wat plezier dat je op deze manier kunt samenwerken. En dat is heerlijk. Dus goede herinneringen heb ik aan. Sectievergaderingen, ook aan de sectievergaderingen die we vaak thuis hebben gehad. Bij Lisbeth thuis, bij Ernst thuis, bij Frans Voeten hebben we ook vergaderingen gehad. Bij mij thuis, bij de Open Haard hebben we vergaderingen gehad. Niet zo vaak bij mij was het te rommelig geloof ik. Dan hebben we uitstapjes gehad. Ja, natuurlijk, net is al genoemd Parijs. Die fantastische uitstappen die er voor de derde klasses waren. Die er altijd dol enthousiast van terugkwamen. Maar met de sectie hebben wij ook uitstapjes gemaakt. We zijn naar Luik geweest, ik geloof zelfs vaker dan één keer. Dat is erg plezierig. De FNAC, de boekwinkel in Luik, waar ontzettend veel Franse boeken waren, hebben we meermalen onveilig gemaakt. En naar Antwerpen zijn we geweest. Ik ben zelfs nog met Lisbeth heel particulier, met z'n tweeën zijn we naar Antwerpen geweest. We hebben trouwens ook met z'n tweeën sectievergadering gehad, een keer bij mij. Ontzettend gezellig, ontzettend plezierig was dit allemaal. Dus het voornaamste van mijn boodschap is, wat was het gezellig, wat was het plezierig, wat was het aangenaam? Ernst en Lisbeth. Wat Lisbeth betreft, die heeft ook nog in mijn ogen zware klus op zich genomen om sectieleider te zijn. Bijna al die tijd zat ze hier is geweest. Altijd heeft ze dat gedaan. Heel vaak heeft ze ook nog de notulen gemaakt. Schaamrood stijgt mij naar de kaken, maar daar heeft Lisbeth niks aan. Aan allebei dus heel veel waardering en heel veel dank. Heel goede wensen voor de toekomst. Wij hebben dat allemaal bij, want ik sta net te praten alsof ik voor mezelf praat alleen. Ik praat namens de sectie ook. En alles wat ik gezegd heb, geldt ook voor de anderen in de sectie. We hebben cadeaus vanuit de sectie, die heb ik niet alleen betaald. Bij Ernst was het niet moeilijk om die cadeaus te weten. Ik heb stiekem het thuisfront van Ernst opgebeld, toen ik wist dat Ernst op een donderdagmiddag naar Tilburg was, naar Escape, waar hij aan meewerkt. En ik hoorde van Wim dat Ernst graag boeken zou hebben. Ik zei, nou, wat is het dan zo? Hij zei, nou, er is een leuk boekje, zei hij, dit boekje heet Wie was het? En het gaat over geschiedenis en het komt bij Ernst goed van pas. Ik zeg, nou, hoe duur is dit boek? Hij zei, ja, dat is 14,95. Oké, dan mogen nog wel enkele andere boeken bij, beste ding. Die boeken die zijn besteld. Die boeken die zijn in de buurt. In de buurt. Die boeken zijn vandaag bij Vampieren in Eindhoven. Ik heb nog overwogen om tussen de vergaderingen door stiekem naar Eindhoven te racen om die boeken op te halen, maar dat heb ik uiteindelijk niet gedurfd. Het verkeer, andere mensen, kinderen op de weg en we moeten ook nog leerlingen hebben in de toekomst. Dus Ernst, die boeken die zijn nog bij Van Pieren. Ik zal met jou in overleg treden over de wijze waarop ik die boeken bij jullie door de brievenbus krijg. Het cadeau voor Josinda, dat kostte ons meer hoofdbrekens. Josinda had zich... jongen, die zon toch... Het cadeau voor Lisbeth, dat zou verzorgd worden... De link zou verzorgd worden door Josinda, die heeft dat fantastisch prachtig gedaan. Josinda heeft daarvoor de regels van de beleefdheid moeten overtreden. Die heeft stiekem met telefoontjes gepleegd naar het huisadres van Lisbeth. Om te weten, om aan haar man te vragen wat zij als cadeau zou willen. Maar niks ervan. Lisbeth nam zelf de telefoon op. Dus Josinda probeer op die telefoon onmiddellijk weer op de haak. En waarschijnlijk Lisbeth met verbazing daarachter laten. En dat moest ik, hè? Pas op. Dat moest ze. Pas op. Ik pas op. In ieder geval, wat nog meer? Ja,
Ja, Josinde heeft mij toevertrouwd dat ze dat met bloedend hart heeft gedaan en met vroeging. Maar dat is nou inmiddels over. Ja, ik ben net ook nog een beetje ongerust geworden. Ik zie nou dat ik met kantje 2 ben begonnen en nou kom ik pas aan kantje 1. En, maar dat kantje 1, dat is kort en dat is klein, dus u bent bijna van mij af. Net dat al die verhalen van Pieter, die lovende verhalen over die collega's, die maakten mij dus ongerust, zoals u wel zou vermoeden. En dus straks, ja, over hoeveel jaar, 2, 3, 4 misschien, zal ik ook afscheid moeten nemen. En wat gaat hij dan over mij vertellen? Ik denk dat ik nog eens flink aan de stutten moet trekken om Pieter straks wat te spreken te geven. Anders dan vallen er straks 5 of 10 minuten stilte. En dat kan heel gênant zijn op zo'n bijeenkomst. Is heel anders dan een HVO3 bijvoorbeeld. Wat hebben we nog meer? Dat kantje 1 heb ik nou denk ik ook af. Ja. Heel anders dan een HVO3. Dat was de slotregel. Maar ja, en dus, nou zit ik wel aan de verkeerde kant van het papier. Ik vat het allemaal kort samen, dames en heren. Lisbeth, ja, voor de duidelijkheid van de boodschap. Lisbeth en Ernst, ontzettend bedankt voor die hartstikke plezierige tijd die ik met jullie heb mogen meemaken. Het was gewoon heerlijk, het was fantastisch. Betere collega's had ik me niet kunnen wensen. En dat geldt voor mij, omdat ik zo lang met die mensen heb samengewerkt. Het geldt natuurlijk ook voor die anderen in de sectie, maar die hebben korter kunnen genieten van de aanwezigheid van Ernst en Lisbeth. Dus, oké, als ik nog verder praat, dan springen de tranen mij in de ogen en de brokken in de keel. Dus ik stop er nu mee. Ik ben rond volgens mij. Een hand voor Lisbeth. En voor Ernst. Deze emotionele, toch vooral ook authentieke manier van toespraak, zoals Willem dat eigenlijk alleen maar kan, wil ik de sectie Nederlands vragen. Ik dacht dat ik soms geïnformeerd ben in de persoon van Freeska Meij om het woord te richten aan de collega uit de sectie Nederland. Nou moet ik even de goede bril pakken. Eigenlijk heb ik ze allebei nodig. Dat doe ik thuis ook wel eens, maar dat zal ik hier niet doen. Pierre, we hebben jou van de week al toegezongen. Je weet dus hoe wij erover denken dat je weggaat. Eigenlijk vinden we het waardeloos, maar ja, er is geen ontkomen aan. Je gaat gewoon weg. Nach Deutschland, nog wel. Je hebt van ons al dat boek gekregen, maar we hebben daar natuurlijk nog iets aan toe te voegen. Iets bovenop te leggen, wil ik zeggen. En daar wil ik je hier graag voor hebben. Kun je even naar voren komen? Pierre gaat op vakantie. Hij krijgt een lekkere snoepzak mee, want zo hoort dat, hè? En nu Geo. Lieve Geo, want ik zou het niet anders kunnen zeggen, denk ik. Door een misverstandje, communicatiestoornis, noem het maar zoals je wil, ben je afgelopen woensdagavond aan onze aandacht ontsnapt. Dat is heel slecht van ons, maar ook kenmerkend voor jou. In al je bescheidenheid val je niet op. We hebben een grote sectie. Ik kom uit een groot gezin en mijn jongere zus had het vroeger wel eens over vergeten groepen. Ze hoorde namelijk niet bij de echte kleintjes, ze hoorde ook niet bij de grote. En ze vond dat ze heel vaak vergeten werd als er bijzondere dingen waren. Zo is het met jou ook gegaan deze keer. Jij hoort bij de vergeten groepen, resultaat van grote sectie. Met ook nog de laatste jaren een vrij wisselende
bezetting, waardoor wij het nooit bijvoorbeeld voor elkaar krijgen om een complete sectievergadering te houden. Sorry, maar het zij zo. We hopen dat dat gebrek aan aandacht woensdagavond een beetje goed gemaakt wordt nu. In elk geval is er, zonder dat jij het weet, een heleboel aandacht voor je geweest, want de telefoonlijnen in Veldhoven hebben rood gloeiend gestaan om te praten over wat er woensdagavond mis is gegaan. Dus misschien maakt dat iets goed. Lang op kunt teren. Wil jij ook je snoepzak komen halen? Biesen voor de sectie, voor de sectie geschiedenis wil het woord even richten tot Christa Reinders. Christa, waar zit ze nou? Ja. Ik heb nou een leesbril op, ik zie dus nou alleen hier maar. Christa, een aantal keren heb je onze sectie versterkt. Voor alle inzet die je daarbij getoond hebt, wil ik je van harte danken. Je was een fantastische collega. Ik vond het ook heel erg fijn een vrouw weer als collega te hebben. Maar helaas, je gaat naar een andere school. En terecht hoor, daar kun je je mogelijkheden veel beter ontplooien. Ik weet dat je tijdens je studie veel hebt bezig gehouden met vrouwengeschiedenis. En mijn afscheidswoord is daarop geïnspireerd. En het zal niet kort worden, want er zijn weinig vrouwen in de geschiedenis, maar ik heb een aantal anekdotes bij elkaar gezocht over vrouwen op jouw naam. Hoewel er dus maar 5% van alle beroemde mannen vrouwen zijn, of alle beroemde mensen vrouwen zijn. En dat zijn er toch een heleboel. Moest ik dus een leidraad nemen. En toen dacht ik, nou, ik neem een C en een H enzovoort. Daar waren er nog een heleboel. Toen heb ik alle heldinnen van de vrouwengeschiedenis uitgeschakeld. Want de laatste tijd zijn er natuurlijk een heleboel bijgekomen. En heb ik een oud boek ter hand genomen, daar stonden weinig vrouwen in, maar toch heel veel om een keuze te maken. Toen dacht ik, nou, ik neem er gewoon die berucht of beroemd zijn en een beetje verschillende manieren. En toen viel me toch op dat het altijd vrouwen waren die beroemd bekend werden als minnares of vrouw van een belangrijk man. Of door hoge geboorte en zelden op grond van hun eigen verdiensten. Maar wat dat betreft gaat de wereld nog eens veranderen, hoop ik. Ik begin met de C van Christa. En daarvoor heb ik de figuur gekozen van Charlotte van Braunschweig-Wolfenbüttel. Zij werd in 1694 geboren en is bekend door haar romantisch-tragische levensgeschiedenis, die is vastgelegd in diverse romans. In 1714 trouwde ze namelijk met de tsarewits van Rusland, Alexei. En dat huwelijk was zeer ongelukkig. Alexei had een Finse dienstmeid als minnares en vernederde zijn vrouw voortdurend. Als het waard is, namens alle leden van de sect, een boek voor jou. En bedankt voor alle aandacht. Hier staat het verhaal. Annie, bedankt voor deze historische uiteenzetting. Tot slot nog twee personen willen even het woord richten. Nico Willem schuift al aan. Ik wil ook Cor Kruger vragen alvast in gereedheid te geraken. Zodat wij toch ook nog voldoende tijd over hebben voor het informele gedeelte. Zodat we ook op ieder onze eigen manier afscheid kunnen nemen van de collega's. Nico, dankjewel. Lieve Ellen. Namens de sectie levensbeschouwing, godsdienst, mag ik enkele gedachten uitspreken bij jouw afscheid.
Wat toepasselijk dat jij tijdens die heerlijke afscheidslunch vorige week aan Toon en mij een boekje cadeau deed. Met de titel Eindelijk Thuis. De aanvulling op de titel spreekt nog meer aan. Gedachten bij de terugkeer van de verloren zoon. Voor dit stukje voor jou heb ik daarom een ander verhaal van Lucas gekozen. De barmhartige Samaritaan. Of zoals een brugklasleerling dit jaar in een SO schreef, de warmhartige Samaritaan. De vraag van de wetgeleerde wie is mijn naaste omdraaien naar de vraag van Jezus. Wanneer ben ik de naaste van iemand? Dietrich Bonhoeffer zegt daarover dat wij in elke situatie geroepen zijn tot handelen. Naaste zijn is zijn aanspraak op mij. Ik word opgeroepen tot handelen. Of, zoals Dorothee Sulle zei, God bevindt zich op straat. Maar zijn wij niet dikwijls, net als die priester en de leviet, passanten? Toevallige voorbijgangers, door systemen en handboeken misvormde wezens, die zien en in een boog voorbij lopen. Of als de herbergier, de waard, die tegen betaling wel zijn taken op zich wil nemen. Of gedragen we ons meer als de rovers, terwijl we misschien soms liever de overvallen man willen zijn. Om dit af te sluiten, de wetgeleerde vraagt niet wie is mijn God, maar hij vraagt wie is mijn naaste. De Joodse visie van David Flusser op dit verhaal wordt verwoord in de volgende symbolische legende. Na een razzia in een stad, een pogrom, ontmoeten twee Joden elkaar onder een boom. Ze houden allebei iets onder hun kaftan verborgen. Het dierbaarste wat ze uit de geplunderde stad hebben kunnen redden. Wat heb jij gered? Vraagt de een aan de ander. Een schriftrol van de wet van Mozes uit de brandende synagoge. En wat heb jij daar onder je mantel? Een kind. Ellen, jouw taak was niet altijd gemakkelijk. In leerlingentermen, het waren saaie boekjes. Ze sporen niet aan tot leren. Maar de spullen die jij hebt laten zien, de voorwerpen uit het Hindoeïsme, het Boeddhisme, het Jodendom, de Islam, de video's als aanvulling, de onderbreking met de voorlichting over Amnesty International, de interviewen met de buitenlanders en jouw enthousiaste manier waarop je les gaf, maakten het voor de leerlingen leuk, interessant en leerlingen schreven onder andere heel spontaan: u hebt wel echt uw best gedaan. Ik niet echt. Bedankt alvast voor het lesgeven. Veel geluk en plezier en gezondheid. Als ik er later profijt van heb, zal ik aan u denken. Ellen, ik denk dat jij de Joodse spreuk wie één mensenleven redt, heeft een hele wereld gered, dagelijks in praktijk hebt gebracht. Heel veel dankjewel voor jouw hartelijke inbreng tijdens onze bijeenkomsten. Jouw gedrevenheid, je bezorgdheid voor ons mooie vak en zelfs de laatste maanden je zorg voor de toekomst en je opvolging. Het gaat je goed met Bart en Joyce en Maaike. Alvorens Ellen de gelegenheid krijgt om te reageren op al deze mooie woorden, gaat Cor nog even het woord richten tot Geo. Ja, Sam. Geo is mijn laatste daad als kinderteamleider. En ik kan alvast één ding beloven. Het is wel grappig dat ik min of meer de laatste spreker ben. We zijn voor drieën klaar. Dat is zeker. Ik wil het heel simpel houden, Geo. Niemand is onmisbaar. En dat klinkt heel erg cru. Nou, je weet meteen al dat ik het zo niet meen. Maar dat is wat ik me een half jaar geleden ongeveer voorgenomen heb. Ik had 's morgens te horen gekregen van Geo van ja, ik ga er toch mee ophouden. En dat vond ik niet prettig, omdat, en iedereen kan het beamen, Geo een meer dan geweldige brugklasmentor was.
En ik dacht, goh, hoe zal het nou zijn volgend jaar? Wie gaat dat doen? En kan het nog op dezelfde manier? Ik zat op de fiets 's middags en ik denk, nou moet ik mezelf maar goed voorhouden. Niemand is onmisbaar. Nou komt het erop neer dat het volgend geval is. Ik zal een beetje met George Orwell spreken. Niemand is onmisbaar, maar sommigen zijn misbaarder dan anderen. En dat blijkt ook wel bij Geo. Er wordt van alle kanten aan hem getrokken om toch op een of andere manier bij school betrokken te blijven. En ik hoop dat hij erop ingaat. Dus we zullen je missen, Geo, maar misschien dat je af en toe nog eens zien. Ik heb een heel klein cadeautje wat heel weinig geld gekost heeft, ons namelijk niets. En het is zeer symbolisch. Ik heb de afbeelding van je laatste brugglas, Geo. Blijf zitten, want ik kom brengen, hoor. B1A, laatste klas van Geo. Geo, bedankt. Dames en heren, hiermee zijn we bijna aan het einde gekomen van het officiële gedeelte. Ik hoop niet dat ik iemand vergeten ben die toch nog even het woord had willen richten tot een van de afscheidnemers. En dan tot slot, echt tot slot, ik kijk even naar Ellen. Geef ik het woord aan Ellen, want zij wil het woord even tot jullie. Ja. Lieve mensen, er waren net wolken. Ik zou zeggen, wie te in de zon zit, ga in de schaduw zitten. En wie echt weg moet, mag gerust gaan, want ik wou toch wel eventjes een beetje tijd vragen, als het mag. Hè? 1 keer in de 13 jaar. Op de eerste plaats, hartelijk dank voor al die mooie woorden die de rector gesproken heeft. Coördinator Huub, het oudercomité, Angelique Berghout, Nico, niet te vergeten. Ik hoop niet dat ik iemand vergeet. En bedankt voor de fijne muziek onder leiding van Piet aan het begin van de avond. Maakte ons rustig en in de sfeer, zou ik zeggen. Heel hartelijk dank. Beste mensen. Ik heb me de laatste weken een beetje als God gevoeld. Hoe durf ik, hè? Er schoot me namelijk de spreuk te binnen van een oude wijze monnik. Die stond in Leven Duits, het leerlingenboek van de tweede klas ULO, hier op Koningshof. Er stond, voor God is 1000 jaren als 1 dag. En 1 dag als 1000 jaren. Ik heb er kennelijk toen over nagedacht, anders was ik me nu niet te binnen geschoten. De laatste weken voor dit afscheid heb ik zo mijn eigen 60 jaren overdacht en in verschillende periodes overzien. Boeiend, wel veel en zo dichtbij alsof het gisteren was. Op 12-jarige leeftijd wilde ik al onderwijzeres worden. Daar hoorden vroeger de ULO en de kweekschool bij. Wist u trouwens, ja, met het lied weten we dat een beetje, dat ik de eerste en de oudste leerling van Koningshof was? U gelooft het misschien niet, maar in het voorjaar 1952 stapte ik als 13, 14-jarige bijna 50 jaar geleden met mijn klasgenoten Koningshof binnen. De zusters van het Heilig Hart waren met ons verhuisd van Vught naar hier. Er was nog geen MMS en geen huishoudschool. En zuster Immaculata, bij sommigen nog bekend als Iem, werd hoofd van de ULO. Ik besef achteraf dat deze kostschoolperiode een cultureel rijke tijd voor mij is geweest. Een goede basis om te denken over hun leven, over de zinnigheid van het bestaan, over de oorsprong ervan, over het wel of niet bestaan van God, over gelovig zijn of niet. Over de vele soorten godsdiensten en de weg van Jezus van Nazareth. Over het oude Israël, wat iets van de openbaring heeft opgepikt. En over onze tijd, waarin we veel afdoen met rationele verklaringen of met toeval. Over Joden en Zigeuners, over Indianen en Tibetanen, over het fascisme en het individualisme. Over de islam en over de achtergronden van onze allochtonen. Hebben we het gehad over New Age,
een dankbare insteek in deze tijd naar het mysterieuze en over het besef van de postmoderne tijd, onze tijd, waarin je weer een religieus mens mag zijn. Een boeiend vak, waarin de hele wereld op je afkomt, waarbij het noodzakelijk is dat je de actualiteit bijhoudt en je je midden in de problemen van onze maatschappij voelt staan. Het laat je nooit los. Er is veel stof tot nadenken. En vooral, hoe ga ik ermee om? Hoe maak ik dit aan onze leerlingen duidelijk, zodat ook zij in deze tijd kunnen groeien? Maar niet alleen naar vrijheid, zoals dat nu zo gemakkelijk ingevuld wordt. Leerlingen verwoorden dat zo snel als, dat bepaal ik toch wel zelf, of als ik daar toch zin in heb. Iedereen moet maar voor zichzelf opkomen. Ik bemoei me niet met anderen. Het is een vorm van vrijheid, ja. Een bepaalde tijdgeest, beïnvloed door het existentialisme. Zelfs de liberale Wolkenstein komt hiervan terug. Ik vond het fijn om vanuit vergelijkende religies, bijvoorbeeld hindoeïsme en boeddhisme, andere idealen te laten zien en grotere vrijheden aan te wijzen. Door bijvoorbeeld het loslaten van alle gehechtheid aan de materie, aan prestatie, aan resultaten. Of de ideeën van de moderne Franse filosoof Levinas, die het als volgt verwoordde. Vrijheid is niet de hoogste vorm van gelukkig mens zijn, maar het gehoor geven aan het appel. Je opgeroepen weten, jezelf voorbij door het gelaat van de ander, door de mens die je nodig heeft. Zei en deed de rabbi uit Nazareth dat ook niet. Het Sonderwijk College is een christelijke school. We hebben de deuren wijd opengezet. Dat is een goede zaak, denk ik. De bevolking is pluriform geworden, zoals de maatschappij. Het is boeiend om in de les, in de discussies, de verschillende levensvisies naast elkaar te horen en er vol respect mee om te leren gaan. En tegelijkertijd, zonder te indoctrineren, ook andere idealen te laten zien. Ik kan er met een goed gevoel aan terugdenken. Soms liepen de lessen als een trein. Het vuur spetterde er soms vanaf. En soms sloeg ik de plank volkomen mis. Had geen inspiratie, miste de juiste toon of de leerlingen vonden op dat moment iets anders belangrijker. Het was en bleef een uitdaging. Elke dag en elke week weer opnieuw. En eenmaal na de les op de fiets naar huis was ik soms heel gelukkig over de goede momenten. En soms ook triest, omdat het anders gelopen was dan ik me had voorgesteld. Lieve mensen, uren kan ik erover praten, het heeft mijn leven bepaald, tot thuis aan toe. En Bart, mijn man, en Joyce en Maaike, mijn twee dochters, hebben gelukkig vaak taken van mij overgenomen, anders had ik nu niet op zo'n manier afscheid van u kunnen nemen. Ik voel me dan ook een gelukkig mens. Een belangrijke periode is nu bijna afgesloten. 25 jaar onderwijs voor mij. 13 jaar op deze school. Daar ben ik dankbaar voor. Maar het zijn niet alleen de leerlingen. Ook jullie collega's en aanwezige oud-collega's. De pauzes waren voor mij altijd te kort. Vooral de laatste jaren. Ik moest van zo ver komen en ik wilde eerst alles ordenen en noteren. Je geheugen laat je geleidelijk aan toch meer in de steek. Toch heb ik me juist door het contact met jullie zo plezierig op school gevoeld. Gezellige praten in de pauzes, soms diepgaande gesprekken en soms een luisterend oor als er problemen waren. Al deze lieve collega's, niet alleen de tafelgenoten, maar ook al die anderen, ik zou ze met name willen noemen. Maar ik vergeet er misschien een, en dat zeer. Maar jullie weten het zelf, net als ik.
Bedankt voor alle steun en hulp en voor alle fijne gesprekken, waardoor ook ik heb mogen groeien. Mensen, heel hartelijk dank. Nog even dit. Aan het eind van je schoolloopbaan mag je nog iets wensen. Een cadeau. Ik heb een grote wens. Een vraag eigenlijk. In deze postmoderne tijd met onze multiculturele samenleving hechten we weer waarde aan ieders eigenheid. En willen we daarin ook goede gesprekspartners zijn. Wordt het niet weer eens tijd dat we als school onze eigenheid laten zien? Ons eigen gezicht, wie we zijn en waar we voor staan. Durven we weer een christelijke school te zijn, met idealen en normen die onze omgang met de leerlingen en met elkaar bepalen? Durven we dan ook weer het symbool hiervan, het kruisbeeld, op een voor ieder zichtbare plaats in de school op te hangen? 12 jaar geleden werd het Mariabeeld uit de hal terzijde geschoven. En het belandde via de zolder in mijn lokaal. Ik heb gezien hoe leerlingen daar geen moeite mee hadden. 1 keer kreeg het een petje op. En vorige week zelfs een zelfgemaakt kroontje. Ik heb dit niet als spot willen zien. Mijn grote vraag is deze. Zou er een mooi eigentijds kruis, bijvoorbeeld van fietsmateriaal, weer opgehangen mogen worden in de hal van onze school? Voor iedereen zichtbaar, als een waardig symbool van onze identiteit, onze visie op het leven. Dank u wel. Het gaat jullie allen goed. Net een buitengewoon bijzonder onderwijsvrouw aan het woord was. En dat niet alleen. Ik denk ook een buitengewoon aardig mens. Ellen, we zullen je missen. Na deze woorden van Ellen kreeg ik een seintje van Pierre. Dat hij toch ook de behoefte heeft tot slot iets te zeggen. Dus mijn verontschuldiging voor het feit dat ik al 2 keer tot slot gezegd heb. Het is nog niet tot slot, dames en heren. Want ook na Pierre wil Geo toch even persoonlijk voor jullie afscheid nemen. Ik moet het stuk naar beneden. Ja, voordat mensen op vakantie willen of aan de grote schoonmaak, wil ik heel kort even iets zeggen. Ik hou het heel kort, want mijn vriendin Charlotte heeft woensdagavond al veel te veel gezegd. Die is er gelukkig niet. Die heeft een schnabbel in het Mek in Maastricht. Ik geloof iets voor Mona-toetjes. Dus ik kan het heel kort houden. Wat mij vandaag opviel, is dat er alleen maar positief gesproken wordt. En dat doet me denken aan een begrafenis. Er wordt ook alleen maar goeds gesproken. Zeker als ik daarachter bij ons, bij Ernst en mij, ook die bloemen zo in het gras zie liggen. Gelukkig kwam daar een zak snoep bij. Ik denk, nee, dat hoort toch niet bij een begrafenis. Een ander verschil was ook dat de slachtoffers nu rustig zittend of staand alles kunnen aanhoren. Dus dat maakte mij toch weer wat zekerder van mijn zaak. Nou, ik wil gewoon iedereen heel hartelijk bedanken voor alle goede woorden die ik gehoord heb, voor alle lof. Ik wil iedereen bedanken die op een of andere manier mijn 24 jaar verblijf op een of andere manier aangenaam gemaakt heeft. Dus de mensen uit de schoolleiding, maar ook de mensen van het
personeel, ouders, leerlingen. De sectie Nederlands, waar ik dus heel intensief mee samengewerkt heb. Ondanks dat het zo'n grote sectie was, ging dat toch buitengewoon goed, vond ik. De nieuwe sectie CKV1, het mooiste vak intussen op school. Straks staan ze in de rij om dat vak te mogen geven, dat verzeker ik u. Ja, de sectie drama, dat was een hele lastige sectie. Zeker als je zo'n Charlotte erbij hebt, dan heb je constant problemen met dat mens. Ik zal in elk geval heel veel goede herinneringen, goede ervaringen, heel veel leuke ervaringen meenemen. En die zal ik in elk geval heel zorgvuldig koesteren. Dus allemaal heel hartelijk dank. Ik wens iedereen een hele goede vakantie. En alle goeds voor de toekomst. Tot slot, bij Charlotte kun je altijd langs voor koffie en vlaai. En bij mij in Zeven, ik zal het adres later nog wel een keer doorgeven, kun je een Duits pilsje komen pakken. Dankjewel, allemaal. Jop, hier. Jij neemt afscheid. En ook jou zullen gaan missen. En om het maar eens in het gewoon Limburgs te zeggen. Pierre, wij zien ons nog. Weet je. Geo. Is van Willem in mijn hart. Want ik denk dat u onder de hand helemaal doorgezeten en doorgeluisterd bent. Ik had eigenlijk niets willen zeggen, want ik vond dit al een geweldig lange zitting. Ik wil toch even kwijt, ik verschijn op dit moment netjes in pak. Zo ben ik ook begonnen. In mijn kweekschooltijd, eind jaren 50, was ik hulpverkoper bij CNA. Aan de Koolsingel in Rotterdam. En daar begonnen toen voor het eerst de combinaties door te dringen. En ik meen dat is een goede manier om op dezelfde manier als dat je begonnen bent, ook de zaak weer af te sluiten. Vandaar dit pak. Ik ben begonnen op Katendrecht, 4 jaar, daarna was ik 26, toen werd ik hoofd in Berkel-Roderijs, 8 jaar. In 72 gingen wij voor onze kinderen wat groen zoeken, dat werd Veldhoven. En dat heeft tot 91 geduurd. En wat toen? Ik was eigenlijk het onderwijs nog niet zat, kwam ik in mezelf tegen. Gelukkig, was Josinda toen in verwachting. Niet van mij, ik heb daar verder niets mee te maken, maar zij was in verwachting. En ik zat net even in het boek te kijken, Elodie, dat is de naam van haar oudste, die inmiddels 7 jaar moet zijn. Zo lang ben ik dus hier, met nog een paar maanden, want de verwachting was er eerst en toen pas de bevalling. Ben ik daar begonnen met, ik moet eerlijk zeggen, heel veel huiver. Je hebt dan wel aan de basis gewerkt, maar wat het daar hoger op is, daar heb je eigenlijk geen zinnig idee van. Ik ontmoette gelukkig uiteraard Josinda in een stukje kennismaking, maar die was al gauw weg, want die moest haar karwei afmaken. Maar toen kwam ik Ad tegen en ook Nel. En ik moet zeggen, door hen beiden, en ik heb ze dat na het eerste jaar ook duidelijk gemaakt, maar ik ben toch ook weer blij, Ad, dat jij op dit moment, ik denk op mijn uitnodiging en dat hoop ik, hier bent. Ik wil jullie beiden ontzettend bedanken, omdat ik me mede door jullie en door de hulp in de sectie Nederlands toen, me thuis ben gaan voelen binnen het MAVO-gebeuren, maar ook binnen het vakgebeuren. En het is zelfs zo dat het laatste jaar is dat weer gebleken, Nel. Toen kreeg ik weer ineens een tweede klas. Jij de oude sporen weer hebt opgepakt en dat ging met een half woord onder een koffiepauze en de zaak liep. Dat was in het verleden met Ad ook zo. Vandaar dat ik er best enige moeite mee had dat hij ging. Ik had nog meer moeite met het feit dat wij in plaats van MAVO, HAVO, VWO over moesten in het sectorenbeleid en wij VMBO werden. En eigenlijk, je zag iets groeien binnen onze sectie Nederlands. Met name rond het gebeuren van Frits, die ik vanmiddag nog zag vorig jaar, waar je zegt, ja, daar staat een club. En dit jaar ervaarden we dat door dat sectorenbeleid
En dat is niet te verwijten mensen aan de directie, maar dan moeten we weer kijken naar Den Haag. Dat we daar weer van af moesten. En we dit jaar eigenlijk een beetje hebben moeten zweven wat dat betreft en weer een nieuwe weg moeten vinden. Ik kom tot een afronding, dat is dat ik ook heel blij was dat ik op 19 september 1960 was dat. Dat was mijn verjaardag, toen slaagde ik voor de hoofdakte en zoals dat was in die tijd kon je daarna meteen beginnen. Daar hoefde je niet druk over te maken, dat heb ik dan ook gedaan. En op dit moment, en dat is na zo'n 39 jaar, is het de verjaardag van mijn vrouw Frida, dat is vandaag. Dat was niet gepland, maar toch. APPLAUS. Achteraf gezien is dat een geweldig gebeuren als je op je eigen verjaardag mag beginnen en op de verjaardag van je vrouw mag eindigen. Frida, dit was mijn cadeautje aan jou. Ik kom eraan en ik zie. Ik zie de toekomst met jou best wel tegemoet. Hartstikke bedankt voor al jouw steun in deze afgelopen jaar. Mijn kinderen bedankt, die hebben een heel dag salaris moeten inleveren. Sommigen althans. Hans, die ik gisteren nog uit Antwerpen gehaald heb en uit Londen is overgekomen. Fijn dat jullie erbij waren. Bedankt mensen, het gaan jullie geweldig goed. Hele fijne vakantie. Ik mag nog even zeggen dat ik Frans van Otten niet meer ontmoet en ik zie nou Huub aanschuiven. Daar heb ik ontzettend fijn mee samengewerkt. Frans die kwam spontanerwijs gisteren nog even bij ons thuis langs, want die wilde dat toch nog even in eigen woorden vertellen. Zijn vader die vorige week is overleden, die werd vandaag 75, vandaar dat hij ons eerder moest verlaten omdat hij met zijn moeder rond dat gebeuren. Wat zou zijn gebeurd, nog iets wilde regelen. Maar geweldig. En geniet van jou zoals je ontwikkeld hebt in jouw nieuwe functie. Het gaat je goed. Dank je wel, Geo. Wat de samenwerking betreft is dat echt wederzijds. Ik heb ook ontzettend veel van jou geleerd. En ik heb ook in dat persoonlijke berichtje wat in het boek staat, aangegeven hoe ik daarover denk. Dus ik zou zeggen, lees dat eens rustig door en nogmaals, bedankt voor de manier waarop wij met elkaar hebben samengewerkt. Frida, van deze kant uit ook van harte proficiat. En net werd al even aangegeven dat lied dat gaan wij zingen. Ik vind dat ze dat verdiend heeft. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Officiële gedeelte beëindigen, kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Informeel zou ik zeggen, kunnen we nog ruime tijd doorgaan. En geniet nog van deze middagzon, geniet nog van deze middag. Met het idee dat het straks vakantie is, kan het alleen maar heel plezierig zijn. Rest mij nog jullie allen een hele fijne vakantie toe te wensen vanaf deze plaats. En ik zou zeggen, tot over een aantal weken weer. Tot ziens en bedankt. Ja? Hé, hey, daar komt hij. Ik zal dadelijk uitleggen waarom. Ik heb het. Ik heb nog 2 minuten over, maar dat duurt lang. Ja. Ja, mooi dat je daar bent. 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 Ja
Ja, dat is ook wel. 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 Ja, dat is ook wel.